Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Modern Warfare 3 Live Complete hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Ik zit hier vandaag samen met Dennis Wees. Hallo. En we gaan eventjes try harden op Modern Warfare 3. Dat houdt natuurlijk in. We gaan ons best proberen te doen. We gaan sowieso proberen het potje te winnen. En daarnaast nog eens een mooie score neer te zetten. Dus Domination 6 tegen 6 op map Mission. Ik heb de MP7 met de Rapid Fire en de Suppressor erop. En We gaan knallen. Dat wou ik net zeggen. En volgens mij... Alleen ik zei het een beetje Mongolisch, maar... We gaan knallen. Ik snap wat je bedoelt. Daar gaat het volgens mij op. En ja. Er loopt al iemand rond. Hoe kan dat? Vriend, ik weet niet... Oké. Het zal wel. Ja, het hoort erbij. Het zal wel. Hij loopt gewoon al lekker rond. Hij heeft een schijt aan. Wat de heck, ouwe. Okay, oh shit, die auto gaat oploffen. Ik ben meteen de B-vlag aan het pakken. Ik word geneed. Ik heb de B-vlag. Er komt er eentje via achterlangs, man. Er komt er eentje via achterlangs. Er ligt er een hier op de grond. Nog één. So way. Oh shit, nog één bij mij. Oh, ik ben zo hard dood. Ben je dood? Nee, nog niet. Nog niet, hè. Kut, in mijn rust zit hier iemand? Ja, nee, hij ligt daar. Ik heb hem. Je zag hem niet, hè, jij? Nee. Je zag hem. Ik wist het gewoon dat je hem niet zag. Ik ben een beetje een blinde kip. Ik zag dat jij hem niet zag. Oh, mooi, man. Ja. Ik heb een UAV. Zie. Wat je niet ziet. Kut, ik ben dood. Tennis, helmen. Ik heb eentje op de... Nou, hij is lekker, jongen. Top. En ik heb een ballistic vest voor. Spannen nu achterin bij aan, man. Ik heb hem ergens hierheen gelegd. Nu weet ik alleen niet meer waar ze zijn. Volgens mij zit... Ja, ze zitten bij C. Ja, bij C. Ik zie het. Oké, nice. Ik ben ze aan het killen. Lekker, jongen. Oh, nu is weer bij A. Jongen. Wat gebeurt hier allemaal? Ze weten ook niet wat ze willen. Nee, ze lopen weer naar A dan. Weer naar fucking C. Dan lopen ze naar mijn moeder toe om even een koekje te vragen. Ja. Waar is jouw vestje, ouwe? Ja, bij C. Terwijl ze daar spawnen. Dus dat is niet echt zo slim. Nee, dat heb ik door. Wow, ik heb weer een UAV. Oh, what the fuck doet hij? Deze mensen zijn niet zo slim voor mij. Oh, je vestje ligt hier. Dan moet ik hem heel snel pakken voordat een enemy naast zit. Oké, ik ga lekker, man. Ik zweer het je. De vest is bonus, alles. Ja, ik heb nog een ballistic vest die is weg. Ja, nice. Ik heb er net een opgepakt, man. Mooi. Ik heb die op B. Wow, ik werd bijna genijfd. Wow. Wow, als je genijfd wordt met een vestje, dan ben je in één keer dood, jongen. Dat is zo'n kut. Is dat echt zo? Ja. Maakt niet uit hoeveel health je hebt. Je bent in één keer dood als je genijfd wordt. In mijn rug. Oh, ik heb hem ook nog. Turn on. Oh, kut. Ik ga je vestje ophalen. Wow, pak hem, pak hem. Ja, snel. Ze zijn getagd op de minimum een paar. Niet door ja, mij, ik heb, maar... ik heb weer een UAV voor je. Nice, thanks. Goed zo. Ben je dood? Ja, man. Haat een headshot. Ik haat headshots. Headshots dat weet je, denk zijn ik wel. Echt. Ja, ik vind... Ja. Ik heb het al heel vaak gezegd gewoon. Ik ga zo vaak dood door headshots, man. Maar ik ja, dat weten allemaal kijkers wel. Dus dat maakt verder dat is gewoon de main reason van dat wij doodgaan, gewoon. Ja, maar dat is kut, man. Want, ja... Je wil niet doodgaan, weet je wel. En dan denk je, ik heb een vestje aan, ik kan eigenlijk niet zo snel dood. En dan schiet iemand op je hoofd. En ook al heb je dan een vestje aan, ook al schiet hij gewoon kapot scheef. Ja. Ook al is het een headshot, je bent gewoon in 2-3 kills dood. Maakt niet uit hoe. En vooral op MW3, hoor. Ja. En vooral op Ghost ook, kan je beter zeggen. Ja, dat is één kogel. Ja, als je op Ghost een headshot maakt, dan kan je het vergeten, klaar. Dan ben je gewoon dood. Als je op Ghost een headshot maakt met een marksman rifle, dan is het gewoon één kogel en dan ben je dood. Ja. Daar hoef je nog ineens iets voor te doen eigenlijk. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, en maar... ik zit vast, wat de heck. Aan de ene kant is het wel leuk dat je een headshot kan maken, maar als je het tegen krijgt, is het ja, echt ja, zo van... Ja, precies. Fuck. Maar jij, kijk, het is eigenlijk bij Call of Duty dat jij altijd zeikt als je doodgaat door bijvoorbeeld een headshot. Jij altijd zeikt als je bijvoorbeeld doodgaat door een swarm. Maar als jij zelf een swarm hebt en je killt dus eigenlijk de enemies, dan is er niks meer aan de hand. Mm-hmm. Dus dat vind ik altijd een beetje hypocriet, weet je wel. Ja, een beetje tegenstrijdig ja, of zo. Ja, precies. Er zit bij de way een hacker in ons team, als je het nog niet door had. Oh, in ons team? Oh. Ja. Of niet? Oh nee, niet. Hij staat hier te spawn. Never mind, hij staat hier te spawn trappen, joh. Ik zie hem namelijk gewoon lopen. Hij zit hier fucking hard te spawn trappen. Dat is niet zo mooi dan. Nee, nou ja, hij killt iedereen, dus laat hem lekker gaan. Laat hem zijn mob. En dan ga ik dood. Laat hem zijn mob maar halen, zou ik zeggen. Dat vind ik niet erg, hoor. Ja, gelukkig zit hij niet in het enemy team. Dat is wel... Nee, hij is geen hacker. Hij zit gewoon te spawntrappen. Oh. Daar komt dan weer even laat binnen bij mij. Ja, maakt niet uit. Ze zijn ook weer aan het joinen, dus dat is altijd goed. Ze staan allemaal AFK, man, die gekken. Oh, ja, ze zijn nu timed out. Ze hebben hun internet er allemaal uitgetrokken. Ze hadden er geen zin meer in, man. Nou ja, als er maar nieuwe joinen. Ah, shit, ik probeerde die vent bij jou te pakken, maar er stond er nog één, man. Kut.
Wat was net jouw streak eigenlijk? 16. Omhoog? 16. Ah, joh, fuck it. Ik ben al een paar honderd keer dood gegaan op een 24 streak, terwijl ik geen hardline of zo aan had staan. Dus het boeit me echt geen ene zak meer allemaal. Dat is zo kut, hè? Als ik maar een mooie eindscore heb en dan misschien geen mo op of wel, dan boeit me eigenlijk niet. Maar het is wel altijd wel. Het is alsnog kut. Ook hoeveel gewoon het goede gevoel. Ja, precies. Hoeveel mo op je ook heb gehaald. Als je net doodgaat, bijna voor een mo-op. Dus het blijft gewoon kut. Ja. Het is gewoon het kutste. Mijn allereerste mo-op was wel op deze map. Mijne ook. En het was een nice support mo-op. Ja, bij mij ook. Bij mij was het ook eens. Ja, volgens mij. Ja, bij mij ook met UAV en nog iets. En met een MP5 ook nog eens. Geen MP7 of zo, een MP5. Ja. Maar ik was altijd zo'n noobje die dan dacht van, oh, lekker UAV's en zo. Maar... ja, precies. Maar toen, kijk, toen ik die mob had gehaald, toen gebruikte eigenlijk nog niemand specialist bonus. Dat was toch, godverdomme. Dat was toen nog niet zo bekend, weet je wel. Nee, nu is het echt zo voor iedereen gebruikt specialist. Ja, niemand gebruikt meer. Fucking hell! We hebben gewoon dezelfde score. Ik ga... nee, niet nog een keer. Aids patiënt. Ja, hij heeft acid in zijn Clantic staan, dus ik dacht dat het Aids was. Acid. Het lijkt op elkaar, kom op. Ik heb er weer een vestje aan. Hij schoot weer een paar kogels in mijn hoofd en ik was weer in één keer weg. Zo. Oh, nu had ik een headshot. Kijk eens aan. Nu mag hij dus gaan zeiken. Daar komt eigenlijk weer. Jurassic heeft een headshot op ja, precies. Hij is ook een live video aan het maken. Dus hij te zeiken. Weer een headshot. Godverdomme. Zou wel grappig zijn. Als je gewoon ik had een vestje aan. Als je gewoon twee YouTubers die eigenlijk... We kennen elkaar niet. Maar je zit wel samen... Ja, precies. Dat is wel lachen misschien. Kan je terugkijken. Ja. Of dat je gewoon... eigenlijk... iedereen een noob. Ja. Terwijl je diegene helemaal niet kent. Ik noem sowieso altijd in mijn filmpjes iedereen een camper. Het maakt niet uit wat ze doen. Godverdomme. Hij heeft een triple kill. Dennis. Ik werd geflashed. Don't judge me. Smoesjes. Oh, nu word ik gesponsord. Oh, en meteen slapen. Oké, geen verhaals meer vertellen. Even concentreren. Ja. Even tryharden. Losing Alpha. Oh, hij is erover. Oh. What the fuck, waar is die? Oh. Ja, dat ging heel goed. Ik weet niet wie er naast me zit, maar... ik zou maar deze headcrush pakken als ik jou was, want... kijk uit, granaat! Ik ben gestukt! Van alles waardoor ik dood kan gaan! Oh, yo, voice crack. Word ik gestukt? Zo, de knetter, man. Dat is ook echt... Oké, ik mag zeiken. Ik ben gestukt. Nee, man. Even zeiken. Godverdomme. Vind ik niet meer leuk? Altijd die stuks, dan ga ik altijd door dood. Eén keer, maar. Fuck, man. Allemaal, ik ga nooit meer kot spelen, maar hoe de heck overleef jij die predator missen? Even zonder grap. Ik ben een halve god. Heid? Waar is je mo op dan? Ja, dat... ja. Oh, wacht. Je haalt steeds een halve mo op, omdat je... godverdomme, omdat je een halve god bent. Even, ik ga echt serieus alleen nog maar dood. Ik maak geen grapje. Ik sta 32 om 11, man. Waar is de concentratie, jongens? Hier, een vestje. Oh, geef dan. Dan ren ik erin met een vestje aan. Dan kan hij me toch niet killen. Het is echt zo'n YOLO. Ja, YOLO, go! Oh, je legt hier te campen, joh. Wat? Nee! Weet je, nee, maar ik kon hem niet meer raken, omdat ik... ah, fuck. Ik vind het niet meer leuk. Oh mijn god. Ik ben zo hard geneukt, Hiro. Ik pak een ander wapen. Je wordt geneukt? Ja, ik word geoond. Dat bedoel ik ermee. Ja. Ja, Headshot. Je hebt er niet veel zin meer in, of wel? Jawel, ik moet gewoon even zeiken nu. Dan kan je je frustratie verkwijt. Even je campen, weet je, even zielig doen. Kijk, en... en hij zit me ook gewoon uit te lachen, hè? Je wil, als je deze video terugkijkt, ik zweer het je, ik ga echt op manieren dood. Ik ben gewoon de twee calls weg. Oh, ik was daar weer bijna dood, hè? Ik was godverdomme weer bijna dood. Oh, nu ben jij degene die dood. Ja, ze hebben Final Stand. Hoe kunnen zij Final Stand hebben als ik 10 keer achter elkaar dood ga? Even alle bullshit dat, in één potje. Ik vind dat best wel knap, dat zij... het is niet leuk. Nee. Oh, dankjewel. Wow. Lekker voor je. Dat heet karma, maat. Moet je me maar niet uitlachen. Ik ben het levende schild. Karma. Is a bitch. Zo, oh, kut. Oh, nu had ik een headshot. Lekker voor je, enemy. Headshot. Boom, bitch. Ik heb... ah, fuck. Oh, je hebt een triple kill. Ouwe, jij had gewoon een triple kill. Ik haal helemaal niks hier, ja, dat... ja, dit is gewoon de Dennis kills. Waar zijn ze nou, man? Ja, BC. Wat? Oh, dankjewel, team. Weet je, red mijn leven. BC waar ik eigenlijk spande, maar dat maakt op zich niet uit, hè? Nee, het is MW3, hè? Ah, Ik ga zo fucking slecht houden. Ik begon goed, hè? Ik had,
ik serieus, aan het begin even 16 trucje, weet je, niks aan de hand. Alle, het fucking potje vliegt er ook nog eens. Komt oh my. Komt er nou serieus nu een hek? Mijn hele potje hing vast. Ja. Oh, jij had dat ook, gelukkig. Ja, weet ik veel, jij zei ik niks. Ik had dat ook. Ja, ik was even gewoon geschrokken, weet je. Oh ja, dat kan, hè. Oh. Oh, teammate helpt me, dankjewel. Dat is ook voor het eerst. God. Ik heb serieus al nooit zo slecht. Doei Dennis, doei. Ja, ik kom zo eten. Oh.